Deze beschouwing. die gaat over. Superman, de Ubermensch. Het gaat over degene. die ik graag wil zijn. Dat is heel gek, eigenlijk. Dat je. Ubermensch. Wil zijn. En het is ook heel gek als jij erachter komt dat jij dat al die tijd ook wilde. Maar je durfde het niet toe te geven. Dat je übermensch wil zijn. En voorbij goed en kwaad. Dan is dat hele probleem van de Bijbel opgelost. Als je voorbij goed en kwaad bent. De, die endeusom. De oplossing. Dat is de ubermensch. De mythe van Christus. is dat hij. de. Übermensch. Waar? Dat is de mythe. Hè? Maar daar ging het om. En jij wil ook zo zijn. Want jij wil Übermensch zijn. Je gaat mij niet vertellen. dat je. Dat je in deze Drek Zooi. Je bestaan gaat zoeken. In Drek. Want de wereld is Drek. De wereld doet een wedstrijdje in idioterie. Dat zijn de mensen. En jij als ubermensch, jij ziet de idioterie. En je denkt, is dit mijn schuld? Volgende. Er is de dingen dat veel mensen een, een zware relatie hebben met hun moeder. Die, die moeder die drukt op die kinderen. En, uh, ja, en, en ja, je, je kent het wel. Wat is dat nou? Waarom is dat? Waarom kosten de relaties van kinderen met met name hun moeders, waarom kost dat zoveel energie? Waar is dat voor nodig? Ja, de reden daarvoor is. Dat jij die moeder nodig hebt. Jij hebt die moeder nodig. Want jij vertrouwt de omgeving niet. Ik denk, nou, als het met mama me goed gaat. Als het met mama me goed gaat. Oh, mama, 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 mama. Want je bent bang voor de rest. <tieft> Geef het eerlijk toe. En daarom ga je lopen zorgen voor je moe, omdat je de rest niet vertrouwt. En dat is stupide. Dat is slecht. Dat is zondig. Punt. In zekere zin zeg ik: laat je moeder verrekken en je vader ook. Tegen de vrouwen dan. Hè? Zijn... Ja, meestal zijn het ook vrouwen die dan zo'n zware relatie hebben met hun moeder. Als het met mama maar goed gaat. We oh, nee, op ja, nee, vakantie. En, oh, jo, jo, uh, moet het moet wel goed gaan met mama. Het slaat nergens op. Uh, die destructie van het gezin die plaatsvindt. Die is begonnen in de jaren zestig als het eerste offensief. Het was, ja, dat was het offensief van de jaren zestig tegen het gezin. Dus in de jaren vijftig is het al begonnen. Hè? En toen kwam uh, die homoseksualiteit weer eens naar boven. Dat is allemaal zo belangrijk. En geil en, en drugs. Eh. Ja, dat was de destructie de van het gezin, daar ging het om. En het punt is, dat is terecht. Want in Genesis staat dat de man met zijn vrouw, die zal het gezin verlaten. En zich gaan vestigen. Verlaten. Diaspora. Wegwezen. Goh, zit. Dat is een zit. Dan moet een man, een man die, die, die neemt een vrouw mee en, en dan heb je daar pink. Maar niet dat het allemaal bij elkaar blijft, klevi Want dan heb je veel te weinig kilometers om van te eten. Dus dat was ook met Abraham en Abraham en zo'n zoon van Noah of zo... Maar dat ze eerlijk tegen elkaar zeiden, maar ja, dit gaat niet langer zo. We zijn met veel te veel. Wij moeten verspreiden. We moeten uit elkaar. Dat hoort zo. Dat diaspora. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Daar gaat het om. Verdorie. Wat een op! En veel mensen hebben dus die... Uh, met hun moeder. En waarom? Laat dat mens verrekken. Dat zie ik heel duidelijk hè, tussen de relatie tussen mijn dochter en uh, mijn wettig dochter. Dat, ja, maakt niet uit. Ik was degene die erbij was toen ze uit de buik kwam. Die dus, dat ben ik. Ik was erbij. Ik was de eerste die haar in mijn armen hield. Dat, dat was ik dus. Hè. Dat is onze relatie. En ik heb ook leren zwemmen en leren steppen en leren fietsen en lezen Rekenen. Stelling van Pythagoras, liggen koken. Leren knutselen. elektra aansluiten kon ze ook. Een dimmer heeft ze gemonteerd. Ikea-kasten in elkaar geschroefd. En ja, als je het ook allemaal kan. Dus diploma na diploma. Oh, die kan alles. Behalve alles. Het is dus een beetje slow, man. Maar... Ik vind dat dat mag. Ik ben daar heel makkelijk in. Hè? Als mensen slow-mo zijn, dan zijn ze slow-mo. Daar moet je ook niet tegen zeuren. Nou, Laat het gaan. Dat komt vanzelf goed. Allemaal lekker rustig aan doen. Daar gaat het eigenlijk iedere keer over als ik een beschouwing wil houden. Is dat ik alleen wil vertellen: Doe in de naam van de hemel rustig aan. En hou je bek. Wat dingen gewoon gaan. Zee, jij kan helemaal niks. Dus dat is het punt. Kijk, je wil wel zoveel, maar je kan helemaal niks. Ja, dat is leuk. Nee, dat is, dat is, nee, nee nu gaan we praten. Ik wil ontzettend veel, maar je kan helemaal niks. je wat beperkt? Hm? Dus dat is altijd zo. En het punt is: als die beperking er niet was, dan was jij er ook niet. Het is door die beperking dat jij er bent. Je hebt bij een of andere manier die je helemaal gevangen zit in zo'n zak moleculen. Nou, dan heb je dat nou. En ja, je bent reten beperkt. Dan doe het er maar mee. Het maakt echt geen donder uit. Er zijn over dit onderwerp liedjes gemaakt. En dan denk ik gelijk aan los lobos. Met het nummer Kleine Jan van God. Little John. Little John of God. Dan we to To ...he can't hear... ...and he can't speak... ...la oh, la 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 la... ...and on goes the beat... ...en de rest weet ik niet. Ja, maar dat is een tearjoker. Ik heb daarbij gehaald. Ja, die little John of God... ...dat was een goede gozer. Een exemplarisch persoon zie het maar eens voor elkaar te krijgen. Om zo goed te zijn als kleine Jan van God. Dat is een bijzondere gozer. Die kon niet lullen, maar die kon gelukkig ook niet horen. Dus dat scheelt dan. Doof stom. Ja, voor de rest ook lichamelijk stelde het ook geen zak voor... Uiterlijk van een biljartbal met pootjes of zo. De, de Ubermens ziet dat. De Ubermens die ziet dat kleine Jan van God. Van die dat liedje van Los Lobos, Little John of God. En gaat vooral niet draaien. En dan ga je net zo huilen als ik toen. Ik voel nu alweer de tranen komen. <laughs> Echt nee, serieus. Ja, Zo'n mooi liedje, man. Los Lobos is een mooie band. Hè? Wat betekent dat eigenlijk? De gekken of zo? Nee, dat zou... Een... Nee, dat zou lokos zijn of zo. De mooie muziek. Dat is mijn Dat is een ubermensch. Hè? De ubermensch houdt van alle mensen. Dus ook van groene mensen met bloemkooloren. Daar hou je ook van. Je denkt alleen maar, oh, dat is een mens. Oh, wat leuk. Ja, ik ben een ubermensch. Hè, dus uh, ja, ik ben niet per se van een of andere ras of zo. Maar, uh, ik zit er meer een beetje te kijken. En ik vind uh, mensen, vind ik... Uh, ja, dat is, uh, ja, ik ben een ubermensch. Ik ben helemaal pro Dat is de ubermensch. Die, die kent geen angst. Dat is heel gek. Dat staat in Also Spraag Zarathustra van Nietzsche. En de, nou ja, mooi gekozen, er was een ravijn. Als ik het goed herinner, hè? lees het vooral lekker zelf na. Also Spraag Zarathustra. Al zo sprak Zarathustra. Daar komt de Ubermensch. Nou, en waar gaat het nu om? Er is een ravijn en daar is een touwbrug. En een oude man die is bezig om van de ene naar de andere kant. Te... Ja, maar dat schuifelt maar door. He. En dan komt de Ubermensch, komt eraan. En die observeert. En die loopt over die oude man heen. Eh, nog een sprongetje. Eh? Hallo opa. Joep. En die oude man denkt van. Waar was dat nou? Het is net iets voorbij gekomen. Maar ja. Nou nog maar weer een stapje. Dus die oude man die, die loopt. Die, die, die komt huis aan de overkant. Alleen de uppermens. Is over hem heen gelopen. Als ik het mij goed herinner, hoor. Als ik het me fout herinner, dan denk ik dat dit dan uh, ook een hele mooie beschrijving is van de Ubermans. Die over de angstigen heen loopt. Naar zijn doel. Misschien niet met die angstigen gaan bemoeien. Die angstigen zijn een obstakel. En daar wandel je overheen. Of je neemt een aanloopje en een springje. Of, uh, ja. ja, het is een touwbrug. Dus ja, het is het, wel even goed springen, want anders. Woeie, ja. Maar de Ubermens heeft daar geen last van. Die, 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 die ziet dat niet. Uh, die geeft niet om angstige mensen. Waarom zou je? Want jij hebt een doel. En dat is jouw opdracht. En die angstige mensen, ja, dat nou, hoort erbij of zo. Ja, nou, als een obstakel. En wat doe je ermee? Snap je, je kan ook. Hé, uh, uh, hey, ouwe lul, uh, kan je niet zien, man. Uh, je zit een beetje te schuifelen. En, uh, ja, ik wil er langs, ik wil er langs. En uh, je ja, nee, 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 gaat er weer oh, oh. Ja, Dan gaat die brug die gaat schommelen en straks breekt die nog. Je kan beter over hem heen lopen. Een aanloopje nemen, jump. Jump around. Je moet dan aan de overkant. Dan zijn we gek geworden of zo. En val die, angst, die, val die angstige mensen niet lastig. Dat is niets. Dat is de Ubermensch. Maar je snapt het toch? Ik ben omringd met angstige mensen. De ene is bang voor corona, is men bang voor. En CO2 is men bang voor. En uh, wat dan meer. En wat moet ik dan doen met al die angstige mensen om me heen? Helemaal niks. Ik heb ze gelijk. Ja. Ik blijf erop hameren dat uh, ja, corona, dat, uh, dat, Rick, uh, dat hele verhaal, dat is, uh, dat, dat is categorie maanlanding. Of de aanslagen van 11 september. Of die, die hele toestand in Afghanistan. Of de MH17. Of de, 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 de moord op John F. Kennedy. En Abraham Lincoln, die moord in 18, 7, 1867. En dan ook nog de Gunpowderplot van 1605. En de moord op uh, Willem de Zwijger door het Vaticaan. En... La 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 la, gaan met die banaan. Dat interesseerde mij dan eigenlijk allemaal. Wij zijn van onze aard medelijdend. En wij komen tot macht. Het punt is dat we dat moment per definitie niet kunnen voorspellen. Niet vandaag, niet morgen, niet volgende week. Helemaal nooit niet. Ik weet dat zeker. Ik heb uh, chaos-theorie. Daar ben ik in afgestudeerd. Dus ik weet dat. De mandelbroodzet kent voor mij geen geheimen. De Julia-set ook niet. Ik weet ervan. Ja, de vraag is wanneer de boel breekt. Dat het koninkrijk uh, zich manifesteert. Maar dat. dat pff, maak je jou wat uit. Jij bent hier niet op deze aarde gekomen om op je klokje te wijzen en te zeggen: van hé, hey, zeg ik, ik vind dat dit niet op tijd is hoor. Ik vind dat het eerder had gemoeten of zo. Het hele punt is: ben jij op tijd? Daar gaat het om. En iedereen die niet op tijd is. Zo. So, 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 ja, er was een hoop moeite van tevoren. Dat wel. Je probeerde op tijd te zijn. En dat was allemaal moeite, dit en moeite, dat. En dan ruzie met de buschauffeur. En. Whatever. Maar je bent niet op tijd. Al die moeite, dat is. Uh, ja, weggegooide moeite. Dus daar malen we niet om. En je hebt helemaal niks gedaan. Wat ben je dan waard? Je was niet op tijd. Dat is jammer, maar helaas. Dat is Nietzsche. Met zijn vrolijke wetenschap. Een goed boek. Je moet op tijd zijn. Het is het minste wat je kan doen, echt het minste. En op tijd zijn, dat betekent tien minuten te vroeg qua planning. Ook als je langere reizen hebt en dan moet je ergens een vier uur zijn, maar dat is een aalte en dan wop, 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 en dan, dan mik je in je reiswijzer of zo op drie uur. Straks kan je het gebouw niet vinden. Dus je moet er, als je op tijd wil zijn, dan moet je daar van tevoren over nadenken. En je moet op tijd willen zijn. Weet je hoe belangrijk het is om op tijd te zijn? Er is dat stomme begrip van een Brabants kwartiertje. Want een kwartiertje te laat, dat maakt niet uit. We zijn allemaal. Uh, jo, slow mo. We komen uit Brabant. We zijn uh, te katholiek voor woorden. Je moet helemaal niet op een Brabants kwartiertje denken. Je moet op tijd zijn. Rats op tijd. Niet zelfs, niet straks. Nee, ras op tijd. Wat is dat nou? Dat is het minste wat wij van jou kunnen verwachten. Het minste. De mens kan op twee manieren werken. De ene manier is dat je een resultaatsverplichting krijgt. Dan word je betaald voor resultaat. Dat kan. Een restaurant is daar een goed voorbeeld van. Je betaalt voor het resultaat en meer niet. Niet hoeveel uren de kok in de keuken staat. Je hebt de andere mogelijkheid is dat je niet gaat werken met een resultaatsvergoeding, maar dat je gaat werken met een inspanningsvergoeding. Dat is op uurbasis of minuten. En dan dien je op tijd te zijn. Want als ik jou ga betalen, dan, uh, dan betaal ik jou, uh, dan plan ik je in en dan uh, om negen uur ga jij met Gerard in de bus naar Hoevenstein. Dan ben je om kwart voor elf ben je weer terug en dan moet je naar uh, Duivendrecht stuk dus korsijntje plaatsen, maar alleen het eerste stukje. En, uh, ja, je weet precies wat het moet, want morgenochtend... En, uh, dan gaan Klaas en Johan, die nemen het over. Maar dan moet je wel erom denken dat je dit nog meeneemt en dat nog meeneemt. En dan dien je op tijd te zijn. Want anders stort het hele circus in elkaar. Dit is een... Met de Ubermensen, blijf daarbij. Hè? Hij die niet werkt, die krijgt geen eten. Als je niet werkt, nou dat is goed jongen, maar dan krijg je ook niks te eten. Waarom zouden wij iemand te eten geven als die niet werkt? Waarom? zijn we plotseling gek geworden... in ons achterhoofd. Je niet werkt... en nou, dan kan je hem gewoon geen vreten. Klaar. En in de huidige samenleving... is er zo'n overvloed aan eten... dat... Ja, het enige wat er gebeuren moet worden... is dat het eten opgegeten moet worden. En daarvoor zijn er mensen nodig... en die eten al dat eten op... Ja, er is zoveel eten. Ja, iemand moet het opeten. Dus ik heb zo'n uh, zo makker. Die zit in een uitkering. En uh, nou, die beurt net zoveel... Nou ja, hij beurt meer netto momenteel. Want ik zit met de Belastingdienst. Maar, maar dat maakt me helemaal niet uit. En hij heeft dus iets meer dan ik. Dat vind ik helemaal niet erg. En hij... Doe. Hij doet helemaal niks. Naar mijn mening. En ik denk dat het toch ook voor hem beter is. Dat hij... Ja. Dat hij toch gaat werken. Ik heb het ook tegen hem gezegd. Wordt mijn collega. Gaan we samen toiletten poetsen? Hij kan het werk uitstekend aan, hoor. Ik kan hem zo uh, laten zien hoe hij uh, mijn locatie moet doen. En, uh, zo pak je het aan. En, uh, tegen die moet je altijd zo doen. En die moet je altijd zo doen. En uh, niet te veel praatjes maken. En. Uh, Hou oh, die spinnen in de gaten. Dat ik ook aan hem vertel. Van, kijk, hier zitten vaak spinnen. Die moet je ook checken. Oh, die badkamers. Dat moet sommige twee keer per week uitgeboend worden. Dat merk je vanzelf. Er ligt regelmatig toch ontlasting. En ja, dan moet je de begeleiding vragen om dat op te ruimen. Maar dat doen we niet altijd. Het moet wel kunnen. Ja. Ik heb gevallen gehad dat ik dus uh, poepzooi had. En dat ik uh, heel beleefde. Maar die had toch niks te doen. Ik zei: ja, zus en zo. Kan je even doen. Nou, de begeleider heeft de poepzooi opgeruimd. En dan kan ik mijn schoonmaakwerk gaan doen. Maar het gebeurt ook. Dat de begeleiding heel druk is. is er is iemand jarig. En... Ja, dan kom op. Dan wil ik het feestje niet verstoren. En dan doe ik de poepzooi. Ik weet ook hoe het moet hoor. Dus, uh... Geen probleem. Volgens mij is dat de Ubermensch. Als je zo bent, hè? en niet dat je mij dat je, wordt, dan raak ik al mijn banen kwijt of zo. Hè? Dat niet dat je hetzelfde moet doen, maar de, de houding. Daar gaat het mee om. Dat je boven de mensen staat. Dat je al die mensen zo bezig ziet. En die allemaal van... Ik wil dit en ik wil dat. En ik wil een computermonitor. En, en, en jij denkt van... Ja, als je wat wil, dan koop je het toch. Als je dat nou wil, dan moet je het kopen. Hm? Dan koop het dan. Dan zeur je hem niet over. Die, die baas van mij... Die... Maar ouwe, hij, is, hij, is een, hij, wordt er, hij is interim en hij probeert nog. Hij is niet zo'n hele goede baas. Nou, op zich. Maar nee, nee, het is een rommelpot. Hij kan niet communiceren. Dus, en dat is toch een probleem als je management hebt. Dan moet je, ja, je moet e-mails maken, en bestelformulieren, en dat soort dingen. Dat kan hij niet. Dat is een mens met een beperking. En die heeft dan een boot. In Latem. En toen woonde ik eens de coronacrisis. En zei hij: Ja, ik vind het toch wel. Uh, ja, allemaal, uh, dan ben ik dan met mijn boten. En dan komen mensen met een andere boot. Die komen gevaarlijk dichtbij. En dan denk ik: Ja, straks krijg ik het ook. En ik. Wat erg. Die boot. Heeft je heel veel geld gekost. Die lichtplaats. Daar heb je voor moeten vechten. Dan moet je in de rij staan. Daar heb je eindelijk die lichtplaats. En dan ga je een keertje bootje varen. En dan zijn er te veel andere mensen. die ook aan het bootje varen zijn. En dan word je bang dat je doodgaat. Aan de corona. Ik denk, waar ben jij mee bezig? Hoe moet ik die man geruststellen? Ja, ik laat maar een paar van. De 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 ubermensen heb ik over. De idee van Christus. De, de idee dat je alleen maar medelijden hebt en meer niet. Dat je ik heb het ook in de kroeg meegemaakt, dat ik zo aan de toog ging zitten en ik, ik wilde wat te vertellen hebben en dat iemand zei, ja, het moet wel een leuk verhaal zijn. Ja, die gedachte. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Gewoon doorzetten. Dat is van onzin. Ja, wij hier in Nederland, wij, wij zijn de langste mensen ter wereld. En wij spreken, heel verbazingwekkend... een heel logisch in elkaar... Ja, een soort Lego-taal, Ja. Je hebt maar een paar woorden nodig en daar kan je ongelooflijk veel mee zeggen. Geen 10.000 symbolen of zo van het kind in het huis boven het fornuis of, of dat... wat de Chinezen doen, die Aziaten. En dat gewoon, gewoon uh, 26 letters. En uh, nou, als je beperkt. Maar we zijn toch beperkt? Nou, laten we allemaal beperkt doen. Geen moeilijke woorden gebruiken... zoals exitomologische... Uh, fantastio... Uh, garale... fenomenologie. Uh, uh, dat we dat soort rare dingen niet meer zeggen. En het woord sodomiet... opnieuw invoeren... De sodomie, dat uh, verkort het leven van een mens met 10, 20, 30 jaar. Sodomie. Dat is de grootste ziekte die er is. Hij heeft geen hond het over Maar dat zou wel moeten. Sodomie, daar ga je eerder dood. Oh, zonder meer. En vervelender ook. Dat je denkt van, waar is mijn gezin? Ik, ik heb helemaal geen gezin. Ik, heb, ik, ik, ik ben een oude man. Of een oude vrouw. Ik heb geen gezin. Ik heb helemaal geen gezin. En de moeder nou bij mij. Dus ik heb helemaal geen gezin. Ja, precies. Dan nou heb je toch de oudere zorg. Ja, doei. Het gaat over de Ubermensch. Wat is het nut van sodomie, behalve dat je er eerder aan doodgaat. Dat je eerder verlost bent van je werk. Wat je hier hebt te doen op deze wereld. Doe arbeider. Doe robot. Je bent, je bent niks meer als een werker in het Koninkrijk. Ja, ja, aan jou de keuze of als je uit je neus gaat lopen peuteren op de markt. Of dat je aan de slag gaat. En het goede nieuws is dat. Uh, ja, het is. zal uh, maar zeggen: het is uh, gelijk heel erg geweldig, uh, maar dat was het dan ook. Dus niet meer dan geweldig als je het langer doet. Het is wel vervelend, ja. Ja, dus je begint met het werken voor het koninkrijk en dan denk je nou... En is dit alles? Ja, dat is het dan ook. En iedereen die ook gaat werken voor het koninkrijk, die krijgt dus net zoveel als jij. Ja, verdorie zeg, ik was al eerder bezig dan de hulilui. En dan komt er een beetje achteraf aanlopen kakken en dan krijgt net zoveel. Daar zit misschien een bepaalde oneerlijkheid in maar die is niet te verdedigen als je snapt waar het om gaat en dat je ubermens wordt dat je dat schouwspel ziet van de mensen al die mensen die doen gek die, die, die proberen zo gek mogelijk te doen dan gaan ze nou weer verzinnen en dan gaan ze weer wat geks doen en dan hebben ze iets heel geks gedaan. En dan gaan ze erover praten, dat het heel gek was, wat ze zelf hebben gedaan. En dan gaan ze er ook over praten. En dan gaan we nog meer uh, andere gekke dingen doen. Dan gaan we met mondkapjes zitten in het openbaar vervoer. Ja, gooi het maar in mijn pet. Dat maakt mij niet zo gek wel uit. Ik vind het mooi onderscheidend Dat ik er ook kan zien: want je hebt de ene mondkapjesdrager en de andere. Je hebt de beperkt angstigen en die toch. Ja. Maar voor de rest snappen ze ook dat ze uh, compleet voor de gek gehouden worden. En dan heb je de mensen die uh, ja, zoals ik. Uh, ik heb laatst had ik uh, twee mondkapjes om. Ik snapte er helemaal niks van en ik had mijn medische mondkapje. Dat mag je niet mee in de bus zitten. Maar goed, ik, die had ik nog om. Die, die zat onder mijn kin. Dat dan zeg, oh. Dus ik had mijn officiële niet werkende mondkapje, nekjes in de bus en uh, dat ging allemaal prima. Met het bedrijfslogo erop en. Dat, maar dat, ik had het andere medische. Dat mag helemaal niet in de bus. 95 euro boete. Maar die buschauffeur die had weer eens niet opgelet. En ik had altijd kunnen aanvoeren, ja, maar het medische mondkapje. dat zit onder mijn kin. Dus dat kan ook niet werken. Dus. Het is een niet werkend medisch mondkapje, want het zit onder mijn kind. Dus ik heb niet echt de regels overtreden. Ik heb een, een, een extra sjaal. Zo. Dat gaat toch allemaal weg? Nee, met ons gaat het goed. Dat vind ik. Dat... Ik ben heel blij met al die buitenlandse mensen hier. Daar wordt nog wat. Ik vind wel dat wij uh, blanke mannen uh, kieskeurig moeten zijn. En alleen de mooiste vrouwen zijn voor ons. Waarbij het begrip mooi, dat is bij de man. Ja, we 80% van de vrouwen zijn mooi genoeg. Maar die mooiste qua karakter en alles. En. En baklava en andere leuke dingen. Ja, Indonesische vrouw met een goede pindasaus. Hindoestaan. Oh jongen, die kennen koken. Ja, zie je het vrolijk in hè? Dat is de Ubermensch. Maar jij als Hollandse jongen. Jij gaat naar de hogere technische topschool of zo. Je scoort jezelf een baantje bij een of andere multinational. En dan altijd ja zeggen of je zegt amen. Dat mag je altijd kiezen. Gehoorzaam heet dat. En dan beur je lekker wat poen. En dan neem je zo'n buitenlands wijfie. Ja, waarom niet? Dat is zo jongen. Al die Hollandse trutten? Met de feministische toestanden? Wat moet je ermee? Jo, maar die zijn lekker heet in bed. Ja, jongen, en je trekt uh, uiteindelijk een dag. En dan trek je je lul eruit. Dan is je lul helemaal zuur. En dan lap je in de grond. Je hebt ik Oh, mijn lul is zuur. En serieus, die, die vrouwen die die Hollandse tratten, die hebben het veel te hoog in de kop. Die denken in diploma's en certificaten. En Daar moet je helemaal niks mee. Ja, ik wil een man, hè? maar die moet wel wat verdienen. Ja. Dat is een mooie moppen. Ik heb twee uh, vriendinnen komen we elkaar tegen. En dan vraagt die ene vriendin aan die andere vriendin: van, hoe gaat het met je verloving? En, en daar waren in die dagen, de, je werd verliefd en dan ging je verloven. En, en dan ga je trouwen en dan ga je wippen de wip. Hè? Dus, uh, verliefd, verloofd. Getrouwd. Zo'n drie-fasen-stadion. Uh, stadium, stadium, stadium uh, dinges, stadia. Dus de, die ene zat in de verloving en dan vroeg die andere: van, En uh, hoe gaat het met je verloving? Nou, zei ze: Ik heb het uitgemaakt. Ik, uh, ik ben er radicaal mee gestopt. Het was een wijze les. En uh, ja, toen ik het meemaakte. Toen, uh, ja, toen was het voor mij afgelopen. En die andere. Wat is er dan gebeurd dan? Nou, we, we gingen op vakantie naar Hawaii. En toen kwam hij uit de badkamer. in zijn zwembroek. En toen zag ik hem voor het eerst. in zijn zwembroeken. En toen heb ik het. Ja, toen dacht ik. Ja, laat maar zitten. En waar lacht dat dan aan? Ja, er dus, dus stond hij voor mij zonder portemonnee. En toen vond ik hem niet meer aantrekkelijk. Dus dan dacht ik: nou, hou er maar mee op met die verloving. Dat is de Ubermensch. De Ubermensch die kan daarom lachen. De Ubermensch snapt de grap. Ja, dan heb je medelijden met iedereen. Denk je, oogarm, arm, het is ook zo. En vanuit die positie ben jij heel aangenaam voor mensen in jouw omgeving. Want iedereen voelt dat je medelijden hebt met ze. Dat voelen ze. Dat bedoelt Christus met hij die heeft zal gegeven worden. Je moet medelijden hebben. Met iedereen. Een deel van de oogarm. Ab Grapperhaus, daar moet je medelijden mee hebben. Arme man. Koning Willem-Alexander. Bill Gates. Wil jij in die schoenen lopen? George Bush. Wat er nog leeft van die familie. Al die andere katholieken en al die kardinalen. Weet je dat de helft van de, de, de clergy, De, de clericalen... Hè? De helft. Die heeft uh, seks gehad met mannen. De, de sodomie. De helft is sodomie. Of sodomiet. De helft. Dus waar heb je het over? En een ubermensch, wat mij betreft. Euh, seks moet je grondig aanpakken. En, en geen verstorende elementen. Nee? Just, en voor de echtparen. Hè? Die kinderen naar opa en oma toe. Hm? Dus je, je plant met je kerel van... Uh, dan gaan we wippen de wip en een beetje feeling hot, hot, hot. Inplannen, je in je ijsprong zitten. Mm -hmm. En dan gaan we het doen. Goed temperaturen. En inplannen, dat het ook lekker weer is... Vakantie voor papa en mama. En de kinderen naar opa en oma's. Of we maken we niet uit, de buurtvereniging. Of we... Voor mijn part op zeilkamp bij de zevenkenners. Huh? Dan ben je van de tuig af. En dan zit het ergens op een bootje te dobberen en zich zorgen te maken over het kampvuur. En dan ben je van die kist af. En dan lekker van rampen trompen Ah, oh, dat is lekker man. Die voorbereiding ook. Hè? En dat je man het ook weet. Ja, We zitten langzaam uh, voor te bereiden aan de grote neukpartij. En die kinderen denken dat het gaat om vakantie. En die snappen de contra niet. En dat maakt er niet uit. De hele wereld is één groot theater. Nou, ja, lekker meespijn. Gewoon die kinderen voor de gek halen. En lekker neuken. Oh, bottom line, neuken is geweldig lekker. Je moet het al ja, eerst oefenen. Zie op elkaar, hè? Je even kijken of het past. En kijk je porno samen? Of ja, je kan ook wel uh, dat ene... Uh, ik geef even porno... Uh, dat kan dus ook. Dat je met je partner afspreekt van... Ga jij even porno skimmen of zo? Hè? Heet dat Skimmer? porno, Zoek even de leuke filmpjes uit voor vanavond. En dat je vrouw dan als eerste gaat kijken. Nou, deze vind ik wel leuk. En die vind ik ook wel geinig. En die vind ik ook wel leuk. En die, die ook wel leuk en die, dat, dat zij een selectie maakt. Hè? Nou, en die zet ze dan klaar. En, maar dan ga je samen kijken. Oh, Wie een Ubermensch. Kijk, jij bent een verzameling van botten. Eh? Zij ook, of andersom. Hè. Jij bent een Hij is het ook. Het is allemaal botten, botten, botten. En uh, ja, die botten moeten een beetje passen. Eh? Als je een beetje stram bent, dan kan je vastgebonden worden. Of, uh, ja, laat maar gebeuren. Je, je, je kan verzetten. Ja, maar dat, 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 dat je ook die. Je, je, kan, je kan je wel verzetten, maar je kan je niet bewegen. En wel die verzetting heb je dan, maar je kan je niet bewegen. Dat, is... dat, dat, dat geeft een enorme explosie: van dopamine. Het schijnt zo te zijn hè, dat het vrouwelijk orgasme dat. Dat heeft wel drie dagen na de werking. Voor de vrouwen. Dus, uh, je hebt een vrouw goed gedaan. Hè? En dan loopt ze drie dagen lang met een kop. vol dopamine in de rondte. En doet ze lief tegen iedereen. En, oe, 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 oe. En, en En dan moet je er weer pompen. Maar dan moest een vrouw ook aan meewerken. En niet gaan lopen lonken met andere kerels. Hè? Dat is sodomie. De, die gedachte van die agabieren om dan die vrouwen onder een kleed over straat te laten gaan. Zodat niemand ziet hoe mooi ze zijn. Ja, daar, daar, daar zit ook wat positiefs in. Het is altijd oneerlijk geweest. Dat, dat, op de universiteit ook. De meisjes met dikkere billen en een grote tieten. Die, die kregen rustig een zes of een zeven hoor. Bij het mondeling. Het was geen enkel probleem. ja, Maar dan kom je daar binnen als kerel en dan kijkt zo'n ex naar jou... ...en dan heb je je schoenen gepoetst en dan ben je wel... Oh, ...nou, dan gaat nu het mondeling beginnen. Maar die vrouwen, die kwamen er makkelijker mee weg. Verschrikkelijke taferelen hebben zich afgespeeld tijdens het mondeling... Met seks natuurlijk. Schopenhauer, even over de Ubermensch, de Schopenhauer, die zei, het is niet meer dan terecht dat de vrouw haar schoonheid verliest. Met de jaren. Vrouwen zijn uh, modieus. Ze, ze, ze vlammen op en dan zijn ze wat en dan. Dan, ja. En dan stijgen de, en de, 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 de ziektezorgkosten. Ja, je moet het maar willen als man hè? om een vrouw te hebben. Wat moet je ermee als ze oud is? ja zeg eerlijk, ja, als je boven de mensen kijkt, wat moet je met een vrouw? Als, uh, ja, ik heb een vrouw, maar vrouwen worden oud en, en dan krijgen ze heupproblemen. In. De dingen als de overgang. Oh ja, en dan willen ze ook geen seks meer. Dus daar ben je dan ook vanaf. Dan heb je puur een buurman. Een lastige buurman ook nog, die dan wil dat de keuken verplaatst wordt. En waarom wil je dat in je leven? Een vervelende buurman. Die ligt naast je in bed. Blijf hem af. Als je er een keer uh, denkt nou, ik heb wel zin. Nee, vanaf, nee, nee, dat voelt me niet goed. Wat moet je met die mormons? Dat is mijn advies aan jongere mensen. Maar goed kijken wat ze doen, die vrouwtjes. En vertrouw ze niet. Kijk, je moet vrouwen niet vertrouwen en weet je waarom niet? Je moet mensen niet vertrouwen. En een vrouw die er mooi uitziet, dat zegt niks. Dat is frenologie. En de uiterlijkheid is de expositie van de innerlijkheid, maar dat is helemaal niet zo. Want er is helemaal geen innerlijkheid. Er is de algemeenheid. En dat is wat is. En als je dat snapt, dan heb je medelijden met iedereen. En het aantal vacatures is uh, overweldigend. Met name in deze tijden. Met al die coronapatiënten. Die stuk voor stuk. Ja, getroost moeten worden. Nee, maar dat is veel werk. Dat is, uh, nou, dat is best veel werk. En dat is ook helemaal niet erg. Want als je niet werkt, krijg je ook geen vreten. Dus er moet wat te doen zijn. Jij bent geboren <coughs> omdat er wat te doen was. Maar wat? Twin towers bouwen? Wat was er te doen? Waarom ben jij geboren? Waarom? Christus heeft gezegd. Tel je zegeningen. Misschien zit daar een patroon in. Dat zeg ik. Bepaalde dingen gingen goed. En dat ging goed. En dat ging goed. En dat ging goed. En zie je een patroon. En als je je zegeningen gaat tellen. Doe daar een rangschikking in. Dus wat was je grootste zegening? Dus dat je denkt: nou, dit was hoe. Wat was nou het meest belangrijke? Dus orden je zegeningen. Wat was nou extreem goed? En wat was ook wel goed? En, uh, tel het goede. Hè? En een nummer: 1, 2, 3, 4, 5. Niet het hele alfabet af, hè? Ja. Als je op de play zit, weet je hoe lekker het is om naar het toilet te gaan? Tijdens een verjaardagsfeest en dat je op het toilet gaat zitten. En dan hoor je zo die gasten. En jij zit op het toilet. En als je klaar bent, dan doe je een beetje rammelrammel rammel bij het toiletpapierrolletje, dat ze denken dat je het toiletpapier hebt gepakt. En qua doorspoelen doe je een heel klein beurtje van... Ja, dat komt toch wel. Of, of er zat een beetje poep ergens. Dat dus ik denk, van nou, die, die poep haal ik ook zo wel even weg. Een borsteltje. Dan spoel je even dat toilet door. En iedereen denkt dat jij uh, buik, darm, kanker hebt of zo. Oh, leef je nog, je hebt al hele tijd op het toilet gezeten. En dan stap je dan gewoon overheen. Overheen stappen. En jij zegt. Wie wil RT, Wedden dat het werkt? En dat jij de levende bent... die door de modder wegkruipt uit Stalingrad... Je gaat mij niet vertellen dat iedereen in Stalingrad dood is gegaan. Maar zoiets is het wel. En dat weet je als je kijkt naar de mensen. En hoe de mensen elkaar dagelijks voor de gek houden met idioterie. Het maakt niet uit wat het is als het maar idiot is. CO2-angsten, CFK-angsten, corona-angsten. Ja, houden vol. Dan krijg je jensen.nl. Ik ben zo'n leuke gozer. Ik, ben, ik vind helemaal niks mis mee. Het is een hopeloze actie. Dat is alles. Maar zolang uh, ja, Robert Jensen lekker bezig is met zijn hopeloze actie, en het met Robert Jensen goed gaat, dat vind ik dus weer belangrijk: dat het met Robert Jensen goed gaat. Ik heb medelijden met die man. Ik ben blij dat ik hem niet ben. Dat is een moeilijk bestaan hoor. En werken met jonge mensen, maar dat is al verdachte. Zo van volhouden, en we gaan er tegenaan, en dankzij de donaties. En het punt met Robert Jensen is dat hij. Hij staat niet stil bij het Vaticaan en de Jezuïeten. En dat, als je dat niet ziet, het Vaticaan en de Jesuïten, de Jesuïten, dat is de... De, de Inquisitie. De... Ja, je doet mee. Of niet? En als je niet meedoet, ja. dan, dan ga je ...dan gaat je kop eraf. Oh, je gepakt. Dat is Vaticaan. En de jezuïeten is een militaire orde. En die jezuïeten zijn, binnenkort zijn ze 500 jaar bezig. 500 jaar. Een half millennium. Een half millennium aan jezuïeten. Ja, die jongens zijn leuk bezig. Ze gaan allemaal naar de hel. Dat weet ik. Of ze het leuk vinden of niet. Het zijn afvalligen. Kijk, het punt met die katholieken is dat zij dan de definitie weten van de universele kerk. En dat is fantasie. Dus de hele boel stort in elkaar. En het vervelende is, dat, dat hoort bij de hel, hè, dat de, de schuldigen. Uh, die gaan uh, tanden knarsen en weeklagen. Dat hoort erbij. Eeuwig. Los verder niet. Als je je daar zorgen over maakt, dan ben je gelijk de vrouw van lot. Dat moet je niet doen. Romeinen 12, vers 19. Dearly beloved, do not avenge yourselves. Vengeance mine. Ik ja. wil ook zeggen: een mooie descriptie van God is de grote boze wolf. Die toch van ons houdt. Dat ik het begrijp. Al jouw haren zijn geteld. Dat is een waarheid als een koe. Jij hebt een bankrekening. Bij een echte bank. En hoe ga jij de pijp uit? As so well as with the temptations, Daddy was a rolling stone, my son. All he ever left was alone, and when he died, blah blah blah. Wherever he laid his hat, was a home. His home. A rolling stone. Ja, was jij dat? Dat mag ook wel. Het leven gaat door. Want het leven was er voordat jij er was. Eerst was er leven en toen kwam jij. En niet andersom. Je bent een participant, een voorbijganger. En je observeert. En je denkt jeetje, is het al zo laat? Nee, nou moet ik haasten. En dat mag je nooit meer doen. Haasten is zonde. <laughs> Nietzsche, de Ubermens en Christus. Haasten is zonde En het loon van zonde is de dood. Doei.